Dames en heren, hartelijk welkom bij de 41ste uitzending van Licht op Leiden. U kunt ons zondags zien op Ziggo kanaal 46, online natuurlijk bij Sleutelstad NL. En waarschijnlijk op dit moment ook al wel via 1421 van KPN. Laat ons hopen dat dat inmiddels gelukt is. Vandaag is Joop Visser jarig, die wil ik graag feliciteren met zijn verjaardag. De beroemde Joop Visser, Jaap Fischer heette die vroeger, voor de oudere Leidenaars onder ons. En vandaag is mijn gast Steven Engelsman. En het kan niet beter, Steven, dat je vandaag te gast bent, want het is vandaag Werelderfgoeddag. Hoe kan het anders dan dat jij de gast bent vandaag bij Licht op Leiden? Hartelijk welkom. Wereld en erfgoed. In één persoon vertegenwoordigd als ik kijk naar wat je gedaan hebt. Je hebt zo ontzettend veel gedaan dat het nauwelijks allemaal aan de bod kan komen. Dus ik heb geprobeerd het in brokjes te knippen om jou aan het woord te laten over wat je gedaan hebt en wat er gebeurd is in jouw leven. Ik begin vooraan. Wie ben jij? Vragen wij altijd. Waar kom je vandaan? Vertel wat over jezelf. En dat doen we aan de hand van een serie foto's die je meegenomen hebt. De eerste foto is dat prachtige gebouw. Ja, dat is het Goetheanum in de buurt van Basel in Zwitserland, in Dornach. Ja. Dat is het hoofdkwartier van de antroposofen wereldwijd. En dat is nou precies de plek waar mijn ouders, mijn vader uit Winterswijk en mijn moeder uit Basel elkaar voor de oorlog zijn tegengekomen. Ja. Op elkaar verliefd zijn geraakt, na de oorlog getrouwd. En toen werd ik geboren. En mijn broertje geboren. Ja. Daar heb je ook nog wel foto's van. Ja, en we hebben een foto van de geboortekaart van Steven Boudewijn. Hier, mooie naam, hè? Hier heb je het geboren in Winterswijk op 14 oktober. Dus dat is 4 dagen geleden, ja. Zeg maar, was ik jarig. Ben ik 72 geworden. En daar zie je E.M. Engelsman van Wartburg, mijn moeder. Haar vader was hoogleraar Romaanse taalkunde, op dat moment trouwens in Leipzig, in Duitsland. Toen mijn moeder naar die kostschool in Zwitserland ging en mijn vader uit een Winterswijkse textielfamilie, antroposofen, aan twee kanten, zeg maar, al een generatie lang. Steiner was zelfs een huisvriend geweest van mijn Zwitserse. Dat heb je ook meegedragen, die achtergrond? Nou, dat is wel tekenend geweest. Daarom dacht ik, dit is een mooi begin voor het verhaal. Ja. Mijn ouders zijn vrij snel nadat mijn broertje en ik zijn geboren. Daar heb je nog een foto van mijn broer en van mij. Die kijkt er dus heel gelukkig gezin, lijkt het wel. Alhoewel Christophe, mijn broertje, die kijkt een beetje beteuterd. Ja. maar een paar jaar later scheiden ze. Mijn vader hertrouwt later. Trouwens een ontzettend leuke tweede moeder gekregen. Ja. Leuke broers. Maar dat betekent voor mijn broer en mij dat wij ook naar een kostschool gaan. We hebben een antroposofische kostschool. In Nederland waren die niet, in Duitsland wel. Dus wij gaan in Duitsland naar school. En dat verklaart waarom je een Duitse opleiding hebt gekregen. En dat verklaart van waarom Duitsland zo'n belangrijke rol in mijn leven heeft gespeeld. Abitur gemaakt. Hier zie je mij in 1968 met mijn eindexamendiploma onder mijn arm van het Landschulheim Schloss Hamborn. Klein klasje, 50% buitenlanders, die twee rechts een jongen en een meisje Duitsers en links een Hongaarse graaf en een Nederlandse jongen die samen eindexamen doen. Ja. En daarna ga ik terug naar Nederland. Ja, Utrecht. Dan ga ik in Utrecht wiskunde studeren. Ja. Daar kom ik een poosje later Margot tegen. Ja. Die studenten Nederlands is. Haar eerste project is om ervoor te zorgen dat mijn Nederlands weer een beetje opgekalfaterd wordt. Want dat was eigenlijk blijven steken op het niveau van 4e klas lagere school. Nou ja, en dat was het begin van een hele reeks projecten. We zijn getrouwd met elkaar. Wietse is geboren. Dit is Wietse's geboorte in 1976. Douwe is even later geboren in 1978. Wij zijn naar Leiden verhuisd. Ja. En je hebt hier zie je, en wie is dit? Wietse is getrouwd met Esther. Dit is in 2009 de geboorte van onze oudste kleinzoon. Die Tijn. Heet Tijn Steven Engelsman. Ja, leuk. Ja, dus daar is je bent trots op je familie, hè? Ja, joh, dit is ontzettend leuk. Ja. Daar hebben we ook nog een foto van het totale span. Ja. De volgende, kijk, hier zitten ze allemaal. Op daar de foto. Heb je ze allemaal. Dat zijn Wietse en Esther met hun drie jongens. En Douwe en Marie-Claire met Olivia en Victor.
ter gelegenheid van mijn goos 70ste verjaardag een fotoshoot die ze in Utrecht hebben gemaakt. Ja, dat was een mooie overzichtfoto. Ja. De laatste foto die we hiervan hebben is de trotse opa en oma met de kleinkinderen. Met de kleinkinderen, ja. Leuk. Ja. Je hebt in Utrecht gestudeerd, wiskunde, wat als ik kijk naar jouw latere carrière best een bijzondere studie is geweest. Althans, die relatie daartussen. Ik zag wel dat je ook geschiedenis van de wiskunde had gedaan, hè? Ja. Dat brengt natuurlijk dan toch al wel wat van die alfa-kant er binnen, denk ik dan. Ja, je zoekt natuurlijk een verklaring hoe een wiskundige in godsnaam bij volkenkunde kan terechtkomen. Ja, precies. Ja, het is een buitengewoon logisch verhaal, maar je bedenkt het niet. Op de middelbare school was ik ongelooflijk goed in wiskunde. Was ik zo'n nerd die de leraar kon uitleggen als die er niet uitkwam. Of die de lessen even overnam. Toen dacht ik, dat vak ga ik studeren. Maar toen bleek ik met 150 andere wiskunde te studeren in het eerste jaar. En er waren er 149 slimmer van dan ik. Dus ik vond dat vak eigenlijk aan de universiteit steeds minder leuk. Tot ik geschiedenis van de wiskunde ontdekte als een vak wat je ook kon studeren. Waar je ook in af kon studeren. En toen ben ik helemaal opgebloeid. Dat vond ik echt geweldig mooi. Dat was de combinatie van aan de ene kant dat wiskundige denken. Maar aan de andere kant ook gewoon mensen van vlees en bloed. Die problemen tegenkomen die ze moeten oplossen. Dus daar ben ik helemaal in opgegaan, zeg maar. Daar ben je uiteindelijk, heb je promotie gedaan in Utrecht? Daar ben ik in gepromoveerd. En toen ben je gaan werken? Ja, en dat geschiedeniswiskunde is geschiedenis, wetenschapsgeschiedenis. Ja. En ik was in een paar jaar wetenschappelijk medewerker in Utrecht aan de universiteit. En toen ben ik... heb ik het klusje gekregen van secretaris te zijn van de tentoonstellingscommissie van het Wiskundige Genootschap. Die in 1978 200 jaar oud was en dat met de tentoonstelling wilde vieren. En dat heeft mij in contact gebracht met Museum Boerhaven. Kijk. Het was een leuke tentoonstelling, we hebben hier in Leiden georganiseerd. Dus dat was mijn eerste contact met Leiden eigenlijk. Ja, en toen mijn baan bij de universiteit afliep... Toen belde ik met Boerhaven en zei ik, zou ik niet bij jullie verder kunnen? En daar was ik welkom. En toen ben ik daar begonnen als conservator geschiedenis, wiskunde en natuurkunde. Dat was jouw eerste stap in het Leidse Museum. Zo ben ik echt. Ja. Daarom zijn we naar Leiden verhuisd, 1980 in Leiden terechtgekomen. Ik had de directeur van Boerhaven, Dolf Goochelijn, wijsgemaakt dat ik ook wat van natuurkunde wist. Wat helemaal niet het geval was, daar wist ik echt helemaal niks van. Maar hij vond het genoeg dat ik zei dat ik twee rechterhanden had. Dus ik kon daar komen werken. En ik heb dat eigenlijk ook helemaal niet zo, dat gebrek zo sterk ervaren. Want dat was al vrij snel ingeschakeld in de verhuizing naar het Cecilia Gasthuis. De verbouwing van het Cecilia Gasthuis. Dus eigenlijk is mijn carrière vanaf dat moment veel meer op museumorganisatie terechtgekomen dan in de conservatorische inhoud. Ja, als ik kijk naar wat jij daarna ook gedaan hebt, dan zou ik jou bijna in katholieke termen een bouwpastoor willen noemen. Ja, kan je wel zoiets. Dat kan je wel zeggen. Want dat begon bij Boerhaven. Ja. Dat is een enorme klus geweest. Daar is in mijn herinnering nog zeker... zit de brand vlak voordat het klaar was. Ja, klopt. Dus de turfmagazijn nog wel afgegaan. Ja. De brand net niet overgeslagen naar de boerenhavenzalen. Ja. Ja. Nou, maar uiteindelijk eindigt dat in een heel mooi museum. Ja. En dat is inmiddels is dat... het was al wereldberoemd, maar het is heel veel nog anders geworden. Nou, daar moet ik nog even wel wat over zeggen. Ja. Dus dat museum, daar was ik zeg maar de tweede man van Boerhaven. Ja. Gerrit Veneman was de baas. Van Gerrit Veneman heb ik geleerd wat een museum is en hoe je een museum moet runnen. Ja. Daar heb ik eindeloos veel van geleerd. En dat was een fantastische periode. We hebben een prachtig museum gemaakt. Ik weet nog dat een van onze adviseurs toen zei van, zou je er niet eens een keer proberen achter te komen of het publiek het ook leuk vond. Waarop het antwoord toen was, nee, daar zijn we niet in geïnteresseerd. Als we het zelf maar leuk vinden, dan vindt het publiek het vanzelf leuk. Ja. Nou, het was een prachtig museum toen het openging. Maar veel publiek kwam er niet. Nee. En die prijs, die museumprijs die het vorig jaar heeft gewonnen, heeft het pas gewonnen nadat Dirk van Delft echt die hele inrichting die wij toen hebben gemaakt eruit heeft gesloopt. En er een veel publieksvriendelijke inrichting is. Dus er is nog een hele slag overheen gegaan. Er is een hele slag overheen gegaan. Ja, ja. Het was een enorme stap ten opzichte van dat rommeltje wat er... Het was een museum waar je sowieso niet naartoe ging eigenlijk. Hè? Het was een museum met gesloten deuren. Ja, ja, ja. Daar moest je bellen. En dan deed de suppost open en die monsterde. En die zei, dames, dit is te moeilijk voor u. Gaat u maar naar volkenkunde. En ging de deur weer dicht. Ja, ja, ja. En wij vonden het prima. Ja. Wij hebben wel een foto van de opening van Boerhaven. Ja.
Daar staat een beroemdheid. Hè? Ja, Hedy Dancona. En een Leidse beroemdheid. Kees Goedkoop. Ja. Jan Jesse Roen daarachter. Jan Jesse, dat was de directeur-generaal voor het cultureel erfgoed. Ja. Jan en Kees hebben bij Annie's verjaardag dat restaureren van die werfkelders nog samen bekokstoofd. Dus ze waren buitengewoon goede vrienden die heel veel voor Leiden hebben gedaan. Ja, ja, en Hedy die staat daar als minister in het midden. Die wordt later wordt ze de voorzitter van mijn raad van toezicht bij Volkenkunde. Daar hebben we ongelooflijk veel steun aan gehad. Nou, als vanzelf zijn we dan bij Volkenkunde, want dat was jouw tweede Leidse museum. Ja. En ook daar werd je belast met het opnieuw optuigen van het museum. En dat was vrij grofstoffelijk, als ik het zo mag zeggen. Ja. Vertel eens. Nou ja, ik zou zeggen, geef mij maar een museum in de puin. Dat is ook het leukste wat er is. En dat was bij Volkenkunde het geval. Volkenkunde, daar ben ik in 1992 naartoe gegaan. Dat was het moment dat Eelco Brinkman had net aangekondigd dat hij de musea ging verzelfstandigen. De Kamer had gezegd, dat is een prima idee minister, maar er moet de collectie op orde zijn, moet de huisvesting op orde zijn en de organisatie op orde zijn. Bij Boerhaven was het alle drie het geval. En bij Volkenkunde was geen van drieën het geval. Dus daar moest ontzettend veel gebeuren. Ja. En dus is het ook niet zo verbazingwekkend dat ze zeggen van dan halen we daar iemand naartoe. Die hoeft niet per se een antropoloog of een archeoloog te zijn. Dat mag ook zo'n gepromoveerde wiskundige zijn. Ja. Als hij maar weet wat een museum is. Wat er moet, ja. En toen hebben we echt met enorme steun van Hedy Dancona en het Deltaplan Cultuurbehoud echt miljoenen kunnen uitgeven om die collecties op orde te brengen. Ja. We hebben miljoenen kunnen uitgeven om het gebouw te restaureren en het nieuwe volkenkunde te bouwen. Dus dat is echt geweldig geweest. Toen zijn we in 1995 op 1 januari verzelfstandigd tot Stichting Museum voor Volkenkunde. Ja. En een jaar later had je die hele episode dat ik moest bekendmaken hoe groot het gat was tussen de collectie volgens de kaart en de collectie zoals we die in depot hadden. Dat is een vrij grote rel geweest. Dat was toen een vrij grote rel. Koppen in de krant. Volkenkunde mist 25% van de collectie. Ja. Uiteindelijk hebben we van de collectie van 200.000 stuks 10.000 stuks niet meer terug kunnen vinden. Ja, sommige wel. In particulier bezit. Dus dat was echt gejat en verkocht. En we hebben nog 10.000 spullen zijn we tegengekomen die nooit op de kaart waren gekomen. Dus zeg maar dat wist je niet. Netto hadden we nog steeds 200.000. Ja, ja. Maar er waren natuurlijk wel de 10.000 niet zo hele slechte stukken die waren verdwenen. Als je heel kort zou moeten zeggen wat zeg maar de inhoudelijke en draai is geweest die je moest maken, wilde maken met Volkenkunde. Ja. Qua doelstelling met die enorme operatie, behalve dat er orde op zaken moest worden gesteld, zat er ook een visie achter hoe dat museum moest worden natuurlijk. Ja, vooral was dat de visie dat het net zo mooi moest worden als Boerhaven was geworden. Ja, dus ja. Ervoor zorgen dat een architect en een museuminrichter daar een sterke hand zouden krijgen in die inrichting. Dat is ook gelukt. Het is ook een bloedmooi museum geworden. Ja. Ook dat museum was toen het in 2001 openging een beetje nog een steriel mooi museum waar het niet eens zo heel erg makkelijk was om er veel publiek voor te krijgen. Ja. Ook dat is inmiddels wel veranderd. Ook daar zijn inmiddels wat veranderingsslagen gemaakt. Er zijn andere mensen bijgekomen die daarvoor hebben gezorgd. Ja. Nu trekt Volkenkunde tegenwoordig veel meer mensen naar nog eens een keer die transformatie dan na 2001. Maar het verschil 2001 met de situatie van 1992 was natuurlijk dag en nacht. Er was opeens een beeldschoon museum geworden. Met een beeldschone tentoonstelling. Op trouwens een terrein. Dat hele eiland tot en met de Morspoort. Dat was het complex van Volkenkunde geworden. Ja. Toen ik er kwam was nog een deel van de universiteit. Een deel was nog huisvesting voor ambtenaren. Nou had jij bij de ontwikkeling van Volkenkunde heb je een enorme PR-steun gehad van een goede vriend van je, Boudewijn Buur. Ja. Daar heb je heel veel contacten mee gehad. Ja. Je hebt mij daar ook wel eens wat over verteld. En wat laten zien. We kunnen daar niet alles van laten zien. Maar ik heb een fragmentje uitgekozen over dat contact. Ja. Waar je met grote vreugde op terugkijkt altijd. Ja. Helaas is hij niet meer. Maar hij was wel erg van Volkenkunde en de etnografie, om het maar zo te zeggen. En jij praat met hem in het museum terwijl alles nog in opbouw is. En hij stelt jou vragen. Daar komt het fragment.
Nou, is dit oorspronkelijk een particuliere collectie geweest, hè? Ja. Van de beroemde Siebold. Ja. Een van ja. de grootste Japankenners die Nederland heeft gekend. En het is op een gegeven moment een Rijksmuseum geworden. Ja. En denk je, waarom in godsnaam hier in Leiden? Waarom niet in Amsterdam of Den Haag? Het is in Leiden terechtgekomen omdat Den Haag en Amsterdam op het moment dat de koning met die collectie aan het leuren was en zei, willen jullie me niet even helpen om daar een museum van te maken? Toen hebben Den Haag en Amsterdam niet meegedaan. En Leiden wel. Want Siebold woonde hier. Zegt, dan laat ik het gewoon in mijn eigen woonhuis zien. Siebold werkt aan de universiteit hier? Nee, die had hier een woonhuis. Die werkte meestal werkte die wel in Japan of was die wel onderweg. Maar hij had hier een woonhuis. En Leiden was op zich voor een geleerde natuurlijk een prima plek. Want ja, waar woont een geleerde? Die woont in Leiden. Nou, hij had een huis op Drapenburg. Daar zette hij die spullen neer. En de koning moest die rekening maar betalen. Maar dat deed de koning niet. Dat duurde heel lang. Dus Siebold die zat zonder centen. Dus op een gegeven moment haalt hij zelfs die collectie haalt hij naar de eerste verdieping van zijn huis op Drapenburg. En verhuurt die benedenkant aan Minerva. Dus beneden zaten de studenten bier te drinken. En boven stonden die Japanspullen. Nou, dat ging niet. Toen de koning de rekening had betaald, zijn die studenten er ook weer uitgedonderd. En was dat een poos het museum. Maar het heeft 100 jaar geduurd voordat het hier in het oude academisch ziekenhuis is terechtgekomen. Dit is het oude ziekenhuis? Dit is het oude academisch ziekenhuis. Leiden is over 2 ziekenhuizen. Verder overigens. Precies. Ja. Musea lopen ongeveer 100 jaar achter bij de ziekenhuizen. Maar dan weet je dus, over 100 jaar zitten wij in die flat aan de overkant van het station. Ja, Steven, dit is dus uit jouw verleden hier in Leiden. Ik heb nog een tempel van geleerdheid. Een paar foto's bij de opening, die komen er meteen achteraan wat mij betreft. Een foto van de opening van Volkenkunde. Dat is deze. Ja. Daar zien we de minister-president, Kok van toen, ja. Dijkstal, Rick van der Ploeg was de staatssecretaris. Rick van der Ploeg was de staatssecretaris. Ja. Annemarie Boerleden, dat is zeg maar het hoofd van de educatieve dienst op dat moment. En Boudewijn Bug, die was er ook bij die opening. Ja. En, Boudewijn staat niet op deze foto. Boudewijn vertelt daar dat verhaal van hoe die bij Volkenkunde al kwam als student en pot ging zitten roken in de Boeddhazaal. Ja. En de werkster daarop toe komt en zegt, meneer Bug, wat u daar doet kan ik niet goedkeuren, maar wilt u wel alsjeblieft de asbak gebruiken die ik voor u heb neergezet achter de Boeddha's. Ja, dat ja. komt toen, hè, het museum. Ja, dat komt. Ja. Ja. En hier zie je iets later. De, zeg maar, Volkenkunde in grote tentoonstelling gemaakt samen met het Nationaal Museum van Indonesië, die eerst in Jakarta heeft gestaan en daarna in de Nieuwe Kerk opengaat. 2005 is dat. Ja. Dat is echt de viering van 60 jaar onafhankelijkheid van Indonesië. Indonesië, ja. Voor die gelegenheid hebben we hem gemaakt. Het heeft in Indonesië enorm veel indruk gemaakt. Bot heeft daar voor het eerst echt hele goede sier kunnen maken bij de Indonesische regering. Dus dat was een groot moment voor hem. En die is later in de Nieuwe Kerk gekomen. En hier laten we Majesteit leiden weer rond. Ja. Dat doe ik samen met conservator Pieter Terkeurs, conservator Indonesië. Hij is tegenwoordig de hoogleraar collecties aan de Leidse Universiteit. Wat ik nog even wil vertellen over jouw verhaal met Boudewijn Buug. Daar zit nog een ander Leids haakje aan, want je vertelt aan hem over de Siebold-collectie. En jij hebt ook mee aan de wieg gestaan van het Siebold-huis, dat Japan-museum in Leiden. We kunnen daar verder niet zoveel op ingaan, maar het is wel een heel belangrijk nieuw museum geworden van de laatste jaren. Ja. En ook daar heb jij flink aan de weg getimmerd samen met anderen om dat museum tot stand te brengen. In Leiden heb je behoorlijk je spoor nagelaten als het gaat om de musea. Behoorlijk, mag ik wel zeggen. En toen was daar ineens de vraag om naar Oostenrijk te gaan. Ja. En dat begreep natuurlijk niemand. Waarom gaat een Leidse museumdirecteur naar Oostenrijk? Kun je daar wat over vertellen? Nou, kijk. Het was in juni 2011 dat ik opeens een telefoontje kreeg uit Wenen. Van, bent u misschien geïnteresseerd om 5 jaar lang in Wenen directeur te worden
van het Oostenrijkse Volkenkundige Museum. Dat zit helemaal aan de grond. Dat is al 8 jaar dicht. Dat moet nodig weer open. Ja. De minister eist dat het op korte termijn gebeurt. En we kunnen niemand vinden die dat kan. Wilt u dat misschien doen? En dat ging je doen. En toen zei ik, daar moet ik even met mijn vrouw over praten. Maar ik had onmiddellijk ja willen zeggen. Want er gebeurde precies dat waar ik mijn hele leven op had gehoopt. Maar wat nooit was gebeurd. Ik werd ook nog eens een keer uitgenodigd om in het buitenland iets te doen. En mijn hele familie zat altijd in het buitenland. En ik niet. Maar nu mocht ik ook. En dat, vanwege de tijd, moet ik dat meteen over naar dat prachtige filmpje. Want je hebt daar ongelooflijk werk gedaan. Met heel veel tegenslag ook. Het programma moest veranderd worden. Het hele plan moest veranderd worden. Maar dat heb je allemaal gedaan. Ja. En dat heeft geresulteerd in het Weltmuseum in Wenen. Ja. En daar hebben we van de opening een filmpje van. En dat vond ik zelf erg leuk om te laten zien. Ik denk jij ook. Want dat is een mooie kroon op het werk. In 5 jaar tijd is dat gelukt en dat is zo ongelooflijk leuk geweest. Ja, daar komt ie. En daar hebben Margot en ik alle twee van genoten. Ja. Filmpje over, ik noem dat toch de kroon op het werk in Oostenrijk. Ja. Echt mooi. We hebben daar ook nog wat foto's van. Als je daar gaan we in sneltreinvaart doorheen. Ja. Want het achterste stukje moet ook nog even aan bod komen natuurlijk. Hier met boendespresident Alexander van der Bellen, mevrouw, en de directrice van het Kunsthistorische Museum. Draai maar door. Ja. Nog een keer met van der Bellen bij een schilderij van Raden Saleh in de Indonesische zaal. Ja, daar komt hij. Dit voor mijn lievelingsvitrine, Frans Ferdinand, de troonopvolger die in Sarajevo is doodgeschoten, heeft dit verzameld tijdens een wereldreis. Ja. Fantastische hoeveelheid spulletjes. Ga maar door met de volgende. Ja. Dat zijn Wietse en Esther, die waren mijn oudste zoon en mijn schoondochter die bij de opening waren. Ja. Natuurlijk ongelooflijk leuk dat die erbij waren. Je ziet hoe ze stralen. Dat, ja, ja. Daar doe je het voor. Zo is het. Ja. En dan hebben we er nog één.
En dat zijn, dat ja. is Douwe en Marie-Claire. Ja. Dat zijn dus mijn jongste zoon. En de laatste foto zou ik willen noemen, nagedane arbeid. Die is deze. Ja, dat is. Toen was wel heel tevreden. En dat schilderij daarachter is echt een beauty. Toen van Raden Saleh geschonken aan de Oostenrijkse keizer. En hij heeft eenzelfde soort schilderij gemaakt aan de koning Willem II cadeau gedaan. Ja. En dat is een paar jaar geleden verkocht. Het hangt nog in Singapore in het Nationaal Museum. Aha. Als absoluut topstuk. Absoluut topstuk, ja. Toen was het over, want toen ging je met pensioen. Ja. Toen kwam je terug naar Leiden natuurlijk. En toen was er het zwarte gat. Helemaal niet, want je hebt ongelooflijk veel nog te doen. En je hebt nog allerlei dingen. Ook in de museumwereld doe je nog allerlei dingen. Ja. Maar je bent ook in Leiden weer helemaal actief geworden toen je terug was gekomen. Je bent bij Oud-Leiden actief geworden. Hoe bevalt dat? Nou ja, jij weet waar je het over hebt. Ja. Ik heb net deze week van jou het voorzitterschap van Oud-Leiden overgenomen. En dat is een vitale organisatie die weet waar die voor is en wat die doet. En voor zorgen dat mensen met een historische belangstelling voor Leiden, dat die een goed onderdak hebben. En dat het historisch karakter van deze stad goed bewaard wordt. Twee belangrijke taken die heel goed opgeleid zijn. Daar zullen Jan Jaap, de Haan en ik nog een hele klus aan hebben om dat te evenaren. Ik denk dat ik misschien één perspectief meebreng wat er tot nu toe niet zo was. En dat is dat ik natuurlijk door mijn werk over de hele wereld ook Leidenaars ben tegengekomen die juist buiten Leiden ongelooflijk belangrijk werk hebben gedaan. In Wenen waren dat Van Swieten, de arts van Maria Theresia, Jacquin, de man die daar de botanische tuin heeft aangelegd. In Nieuw-Zeeland was het Erades die fantastische witte wijn maakt. En Hans Westra. Daar hebben we een foto van. Daar wil ik laten zien. Hans, ja. Hans Westra in Leiden kent niemand haar. In Nieuw-Zeeland wereldberoemd fotografe van de Maori. Die is in 56 als jong meisje haar vader achterna gereisd naar Nieuw-Zeeland. Haar vader Westra was de eigenaar geweest van Comtessa op de Breestraat. Die zaak die Laurens van Spaandonk net verkocht heeft. Was een oom van Laurens van Spaandonk. Zij wordt fotografe in Nieuw-Zeeland van de Maori en heeft een indrukwekkend oeuvre achtergelaten. Wat nu behoort tot echt het cultureel erfgoed van Nieuw-Zeeland. Daar heb ik een volkenkunde keren tentoonstelling over dat gemaakt. Is dus de Leidse dimensie in Nieuw-Zeeland. Dat is een van de vele Leidse dimensies die over de hele wereld, deze in Nieuw-Zeeland, adembenemend goed. Ik ga dat is wel gewoon Leiden, hè? Ik moet afsluiten. En dat weten we hier niet. Daar ga jij voor zorgen. We hebben nog een slotfilmpje. Dat wil ik laten zien, want dat is omgekeerd. Nieuw-Zeeland hier Leiden, daar weet jij alles van. De Wakka die hier naartoe is gekomen. Daar heb je heel veel werk aan gehad. Maar wel leuk werk. Maar ik kondig alvast het programma af, want we eindigen met dat filmpje. Hartelijk dank aan de techniek natuurlijk. Volgende week zitten hier Ton Koolwerk met Hester Bijl, de eerste vrouwelijke rector van de Universiteit Leiden. En ik dank jou in het bijzonder als mijn gast van vandaag. Het was heel geanimeerd naar mijn gevoel. En we eindigen het programma met dat filmpje over die Wakka die in Leiden door de gracht vaart. Dat was toch wel heel mooi. Dat komt ie. Destroy Maori Aotearoa, represented by Madame Vanna Davis and Mr. Gary Nicholas. They have organized the entire Wakka project for us. A special welcome to all of you at this festive event. Come to the end and to our winner of Wakka Shaker Cat. Ja, alle die nog niet met name vooraan blijven, noem ik nog even hartelijk welkom heten. Als bezig is de boot om te draaien bij de molen, wil ik nog een paar mensen in het zonnetje zetten. Hij heeft daar nog nu gezien om die Wakka Tower te laten.
Go, 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 go